dat je kijkt naar weer een nieuwe video op mijn YouTube kanaal. Ik heb vandaag voor jullie weer een mukbang en ik ga meteen beginnen, want ik heb echt heel veel trek. Het is vandaag zaterdagavond en ik ben alleen thuis en ik had zin in sushi en toen dacht ik, nou, dan kan ik net zo goed een mukbang voor jullie opnemen. Dus dat ga ik gewoon doen. Ik heb op Instagram gevraagd of jullie een paar vragen voor mij hadden en ik kreeg hele leuke vragen. Dus ik was gewoon enthousiast of zo. Ik weet niet, ik ging sushi bestellen en ik dacht helemaal, yes. Dus, ik heb wel gevraagd voor een beetje originele vragen en wat leuke vragen en wat grappige vragen misschien. En trouwens, misschien denken jullie weer, de F ben jij. Ik zit gewoon in mijn woonkamer en ik heb alle lichten aangezet die ik hier heb. Want mijn filmlampen liggen op kantoor. En het is gewoon te donker eigenlijk om te filmen. Maar ja, we doen het er gewoon mee. Ik vind het ook wel wat hebben. Ik zat net op een andere plek met kaarsjes op de achtergrond. Helemaal leuk. Maar toen had ik zeg maar zoveel licht van boven heb ik nu ook wel. Dus er is wel een beetje schaduw in mijn gezicht. Maar net was het gewoon niet te zien zowat. Dus nu zit ik hier. Nee. Nee. Op de grond voor mijn gordijnen. Erg gezellig. Al zeg ik het zelf. Oké, ik heb eventjes een beetje standaard besteld dat ik eigenlijk wel vaker bestel. Behalve de surimi, die is nieuw, die bestel ik bijna nooit. Maar hier zit tamago en tamago. Lekker veel ei. Ik weet niet of mensen mij nog volgen die dat nog weten. Maar eerst lustte ik geen ei. Echt gewoon geen ei. En nu lust ik een paar verschillende soorten ei. Maar wat ik nog steeds niet lust, zeg maar, is echt gekookt ei. Dat vind ik nog steeds niet lekker. Maar nu lust ik bijvoorbeeld wel echt heel graag scrambled eggs. En tamago is dan mijn favoriet. En een gebakken eitje met van alles erbij vind ik ook wel lekker. En ik heb spa rood. Dat is mijn favoriete drankje eigenlijk wel. Oké, ik ga gewoon beginnen met iets. Vond me lekker. Oké, ik ga de vragen erbij pakken. Er waren best wel wat vragen. Want ik had ook gezegd, verras me. Doe wat leuks. Nooit meer sushi eten of nooit meer van interieur veranderen? Nou, dan ga ik denk ik nooit meer van interieur veranderen. Is dat echt zo? Nou, ik ben nu nog helemaal niet tevreden. Maar ik heb het toevallig laatst weer geverfd. En het is nu netjes. Het is nu gewoon normaal. Hier kan ik gewoon in leven. Maar wel in dit huis bedoel je dan toch, neem ik aan. Oh, maar zometeen zou ik een nieuwe woning betrekken of zo. Dan is dat huis echt vet lelijk en mag ik het niet verkeerd doen. Of verkeerd doen. En dan mag ik het niet veranderen. Shit. Maar nooit meer sushi eten. Wat is iets wat je stiekem eigenlijk heel leuk vindt, maar niemand van je weet? En ik heb een guilty pleasure. En dat is het SBS6 programma House of Talent. Dat vind ik heel erg leuk. Ik heb oprecht elke aflevering gekeken. Kan me heus wel soms irriteren natuurlijk aan bepaalde stukjes of edits of whatever of zo, weet je wel. Maar ik vind House of Talent heel erg leuk. Dat is echt zo'n realization dat ik nu me guilty pleasure vertel. Maar ik kijk oprecht elke aflevering. Gewoon, als het op tv is, ben ik meestal niet thuis. Want het is om 7 uur. Maar in de avond kijk ik het gewoon meteen terug. Of morgen, of maar de ochtend. Ah. Mijn hoeveelste vriendje is Zico? Maar dan wel even een serieuze relatie. Vierde. Alleen, eigenlijk twee van mijn afgelopen relaties neem ik eigenlijk helemaal niet. Of in ieder geval wil ik eigenlijk niet omschrijven als, oh, dat was echt een goede relatie of zo. Dus het liefste zou ik gewoon nu zeggen dat dit mijn tweede echt serieuze, volwassen, goede relatie is of zo, weet je wel? Een beetje zo. Wat zou je graag nog naast YouTube, zoals sieraden verkopen of eigen kledinglijn, dat soort dingen willen doen? Denk ik dat ze bedoelt, want hij was een beetje kort. Ik wilde voorheen vroeger een kledinglijn starten. Ik wilde een kledinglijn, ik wilde een kledingwebshop hebben.
En daar wilde ik dus dameskleding en accessoires verkopen. En dat was een beetje rond de tijd dat bijvoorbeeld mode must-haves en Lovies volgens mij was er toen ook al. Maar in ieder geval mode must-haves was er net, zeg maar. Er waren nog niet zoveel kledingwebshops als dat er nu zijn. Nu zijn er echt zoveel verschillende en zoveel verschillende leuke. Dus nu zou ik sowieso niks meer willen opstarten. Omdat ik denk dat ik er toch niet tegen op kan boksen. Of in ieder geval niet zo'n grote kledingwebshop als ik toen de tijd in gedachten had. Maar sieraden verkopen eigen kledinglijn. Ik denk wel dat ik het nog wel cool zou vinden om bijvoorbeeld merch te hebben. Niet echt een mee van de pijl op t-shirts of zo, dat doe ik niet. Maar gewoon, ik zou het wel cool vinden om iets te ontwerpen of zo. Waarbij je niet ziet. Oh. Waarbij je dus niet ziet dat het een mee van de pijl is als je mij niet kent. Of zodat je niet mijn naam ziet of mijn whatever of zo. Maar ik zou wel zoiets wel cool vinden om te hebben. Of een sieraad of een whatever. Lijkt me wel cool op zich. Met welke vriendin denk ik dat ik het goed vol zou houden op een onbewoond eiland? Daar bedoel ik niks fucked ups mee of zo. Maar ik denk niet mijn beste vriendin. Niet Julie. Toch, dat denk ik niet of zo. Julie en ik zijn super goed bevriend. Ik hou van haar bedoel ik echt met heel mijn hart. Maar ik denk gewoon dat wij zijn heel erg verschillend. En dat vinden we juist goed. Dat is een beetje onze kracht ook. En dat is, vinden we helemaal niet erg. Maar ik denk dat als je op een onbewoond eiland zit, dat het toch makkelijker is met iemand die op wie je een beetje lijkt. Of met wie dingen een beetje makkelijk zijn. En dan denk ik of Leonie of Romane. Denk ik. Stel je bent 30, hoe voel je je dan? Weet ik niet. Dat weet ik niet. Hoe vindt de kat alle planten in huis? Want wij hebben een hond die alles opeet. Nou, ik heb planten zelfs die giftig zijn voor katten. Maar zij zit niet aan planten. Waar zij wel aan zit, zijn bloemen. Als ze dus bloemen in een vaas op tafel hebben staan, dan pakt ze ze altijd. Of dan wil ze ze omgooien. Maar aan planten zit ze totaal niet. In het begin hadden we alleen een paar cactussen. En daar ging bijna mijn sushi. En toen ging ze likken. Nou, daar hebben ze wel van geleerd. Maar ja. Ja. Iemand zegt, die ik ken hoor, die zegt, mis je girl scene? Girl scene is een forum, volgens mij is het nog steeds, daar Maxime vraagt het. Dat is iemand die ik heb leren kennen op het forum. Maar ik ben dus iemand geweest die heel lang op het girl scene forum heeft gezeten. En daar zat ik dus al voordat ik YouTube startte. En toen ben ik YouTube gestart. Oeh, mijn batterij is leeg. Maar ik heb een andere batterij. Maar we gaan even door tot die uitvalt. Dus als die uitvalt, weet je wat er aan de hand is. Ben ik zo bij je terug. Maar toen startte ik dus mijn YouTube kanaal. Toen heb ik dat ook een beetje op dat forum een beetje zo gezegd. Van hihihi. En toen had iemand een keer ook, dit vind ik wel heel gênant toen eigenlijk. Toen heeft iemand op het forum gezegd van, oh nee, wat is je haar leuk gekruld in die video. En toen zei ik echt, oh, wil je dat onder de video zetten? En toen dacht ik echt, oh mijn god, wat heb ik nou gevraagd? En zij zei ook echt zo, ja, is goed. En toen heeft ze dat ook gedaan, maar volgens mij dacht ze echt zoiets van, bro, ik geef je gewoon een compliment. Waarom doe je zo? En daarnaast dacht ik ook echt, volgens mij heb ik nog getypt nog van, oh, dan ben je hier raar om te vragen. Maar ja, oké. Okay. Als ik zelf sushi mocht ontwerpen, wat zou er dan in zitten en hoe zou het eruit zien? Oké. Okay. Dan zou ik salm en tamago en tobiko doen. Denk ik. Niet zo heel veel erbij, zeg maar. Ik vind simpele sushi eigenlijk namelijk best wel lekker. Tobiko is trouwens aan die oranje bolletjes. Dat is tobiko. Ja, dus ik zou een inside-out doen met daarin de zalm en ei. Lijkt me best lekker. En verder niks. Sojasaus. Wat voor student was je? Altijd op tijd beginnen of uitzetten tot het laatste moment? Ik heb niet echt gestudeerd, moet ik zeggen. En de studie die ik heb gedaan was meer een creatieve studie. Dus dan was je altijd dingen aan het doen en dingen aan het maken en zo. En dat deed je bijvoorbeeld of in groepsverband of op het moment zelf dat we iets moesten doen of zo. Maar ik stelde niet per se heel veel uit
Ja, behalve als ik moest werken. Want ik heb, zeg maar, ik werd 15. En op de dag dat ik 15 werd, heb ik, zeg maar, gesolliciteerd voor mijn allereerste baan. Dus ik heb altijd heel veel gewerkt. Na school ook. Dus heel vaak moest ik het echt heel erg verdelen. En toen was ik ook best wel blij dat ik eigenlijk gestopt ben met school. En dat is niet het goede voorbeeld, wil ik even meteen zeggen. Maar soms is school gewoon helemaal niks voor je. En werkt het voor jou om te werken. En dat was zo bij mij het geval. Wat voor tattoo zou je graag nog willen zetten? Ik ga 8 december een nieuwe tatoeage zetten. En die ben ik natuurlijk al helemaal zo helemaal besproken, zeg maar. Maar die ga ik dus nog niet zeggen. Hij komt wel in mijn nek. Zeg maar hier achter in mijn nek. Echt super veel zin in. Hoe heb je je werk gevonden? Nou, ik werkte ergens... Waar werkte ik? Oh ja, ik werkte bij Groupon. Misschien ken je dat wel. Ik werkte bij Groupon. Ik moest heel veel nadenken, best lang geleden. En daar heb ik gewoon op de website een vacature gevonden. En toen heb ik daarop gesolliciteerd. Best wel lang gewerkt bij Groupon. En toen werd ik dus YouTuber. Of ging ik aan YouTube doen, laat ik het zo zeggen. En toen sloot ik me aan bij een YouTube-netwerk. Waar ik nu bij werk nog steeds. Want zij hebben me een baan aangeboden. En die baan heb ik aangenomen. En toen kwam ik binnen, zeg maar, op partnermanager. Was ik een partnermanager. En ik werk nu al 5 jaar bijna of zo. Aankomend jaar, 5 jaar. Ja. En toen ben ik gewoon door gaan groeien. En daarom zit ik er ook nog steeds. Omdat het me gewoon goed bevalt. Wat was ook weer de vraag? Oh ja, hoe kwam ik aan mijn werk? Nou, zo. Ga je iets speciaals doen met kerst op je kanaal? Nou, ik zou wel willen eigenlijk. Ik hoor iedereen praten over vlogmas en dat is zo leuk. En dat lijkt me ook wel leuk om te doen. Hij was uitgevallen, maar vlogmas dus. Lijkt me heel leuk wel om te doen. Maar ik denk dat ik dat gewoon niet echt kan opbrengen. Maar ik zou het wel leuk vinden om misschien wat meer te vloggen. Maar ik doe dus natuurlijk ook weekvlogs. Vaak of weekendvlogs. Ik weet niet. Laat in de comments bij me weten wat jullie leuk zouden vinden. Dus of gewoon de weekvlogs en de losse video's ertussendoor. Of dat jullie het leuk vinden als ik gewoon echt vlogmas doe. En dat is dus dagelijks vloggen. Maar dagelijks vloggen zal wel betekenen dat er of... Ik denk dat er dan 2 dagen wat tussen zit. Want anders lukt het me gewoon simpelweg niet om te editen. En dan ga ik ook de mist in, weet je wel. Als het de dag erna online moet komen, zoals iedereen doet, dat gaat mij gewoon niet lukken. Dan moet ik wel eerlijk tegen mezelf blijven. Iets wat ik nog wel eens verkeerd doe. Want ik wil altijd heel graag heel veel. Maar dat gaat niet altijd. Maar, dus, dan zijn er ook geen andere soort video's meer. In de maand december. Dus dan komen er niet... shoplogs, mukbangs, makeovers. Wat voor content maak ik nog meer? Niet zoveel. Maar gewoon niet losse video's meer. Dan alleen vlogs. Oké, laat maar weten in de comments. Is wel leuk. Ik kan ook natuurlijk wel in de vlogmas video's. Bijvoorbeeld het huis versieren doen. Als ik spullen heb gekocht, dan ga ik natuurlijk dat laten zien. Als ik dingen bestel, laat ik dat dan zien. Het is wel leuk om misschien dagelijks te vloggen voor een maandje. Jullie mogen dus bepalen of ik dat ga doen, ja of nee. Ik vind het nu al spannend, zo meteen. Of denken jullie allemaal nee, ik hoef niet dagelijks vlogs aan hem mee. Misschien denken jullie van wel en dan moet ik ook echt. Lijkt me wel heel leuk eigenlijk. Wil ik wel allemaal kerstige dingen gaan doen. Ik weet niet, andere mensen steken mij zo aan ermee. Het is wel echt heel leuk. Ik ga het overleggen. Laat maar even in de comments weten, misschien hebben jullie een geniaal idee. Ik heb al wel sowieso... een beetje een betere planning. Dat is ook heel de reden dat ik nu iets meer upload weer. Dat ik weer iets meer terug ben. Dus dat is wel chill. En ik heb nog een halve maand om daarover na te denken natuurlijk. Ik heb vandaag de hele dag in mijn pyjamabroek gelopen. Waarschijnlijk door te veel stress voor school. En zo'n poppetje met... Hey! Oké, Femke. Ik hoop dat het allemaal gaat lukken op school. En don't worry. Komt goed. Okay. Hoeveel kinderen zou je willen als je moeder mag worden? Dat is, vind ik wel heel grappig, de vraag op een grappige manier gevraagd. Want ik zeg wel inderdaad altijd, nou, als ik moeder mag worden, dan... ja, ik weet het. Kijk, weet je wat het is? Ik kan nu altijd heel veel zeggen daarover. Maar zometeen heb ik 2 kinderen en denk ik, nou, kom maar door. Ik wil er nog meer. Dat weet ik niet.
maar op het moment denk ik dat ik... ik denk wel dat twee kids wel heel, heel mooi is. En mijn vriend wil 3 kinderen. Dus we gaan het zien. Ik ben echt benieuwd, man. Dat is zo'n pens. Maar mooi. Wat is je gênantste ervaring? Nou, dit soort vragen krijg ik wel vaker. En ik heb er wel al een paar heel vaak in mijn boekbrengst volgens mij verteld. Maar moet ik even kijken wat ik onlangs een gênante ervaring was. Nou, ik had dat vandaag nog. Ik had heel eventjes een werkafspraak in de stad. En toen zei ik, ik kom voor Freek. Ik had een verhaal verteld. Toen zei ik, dus ik kom voor Freek. En ik had een beetje door dat ze mij niet helemaal begreep. Dus toen zei ik, ja, je manager, die heb ik even gesproken. Toen zei ze, wie zei je? Dus ik zei, ja, Freek. En die man heet dus blijkbaar Fred. Dus ik snap nu pas daarna van wat haar vraag was. Van, what the fuck, zit je nou gewoon een naam te gokken? Of wat is dit? Maar ik had gewoon zijn naam verkeerd. Super gênant. Vast wel mee, hè? Nou, oké. Kies je de reclame tijdens je video zelf of doet YouTube dat voor je? Ik kies een beetje waar een reclame is. Maar niet wat voor reclame. Dus mocht jij reclames hebben van Sparoot, dan heb ik dat niet gekozen, zeg maar. Maar YouTube die kiest wel een beetje op jullie eigenlijk. Dus wie mijn doelgroep is. YouTube die kan natuurlijk zien aan jullie Google Plus accounts of wat voor video's je allemaal kijkt. Wat voor... Nee, niet wat voor persoon je bent, maar wie je ongeveer bent. Ben je een vrouw, ben je een man, ben je rond de 30, ben je rond de 20, ben je rond de 10 bijvoorbeeld. En zo kunnen ze een beetje doelgerichte reclames laten zien in de hoop dat de reclame ook nut heeft, zeg maar. Als je bijvoorbeeld reclames krijgt voor Kukident, dat is een kleefpasta voor een kunstgebit, ja, dat is dan de verkeerde doelgroep, zeg maar. Of krijg je bijvoorbeeld uitvaartverzekeringen, et cetera. Ja, dat is meestal gericht op de wat oudere doelgroep. Hoeft natuurlijk niet altijd hoor, maar dat is een simpel voorbeeld. Wat is iets wat ieder meisje in zijn of haar kledingkast... Of ieder meisje in zijn of haar... wat heeft iedereen nodig in zijn kledingkast? Nou, ik vind sowieso dat je goede basics nodig hebt. Dus echt een goede jeans, een goede basistop, een goed vest, goede trui, goede schoenen. Weet je, gewoon alle basics zijn goed. En dan alles wat je extra koopt, dat erbij kan passen, weet je wel. Of mijn vriend ook blij is met de woonkamer makeover video. Of niet video, maar gewoon met de makeover. Hij is wel blij. Er zit alleen iets in waarbij hij echt niet gelukkig zou worden als we dat hadden gedaan. En dat is namelijk de okergele muur. Als we die een andere kleur hadden gegeven. Wat er namelijk was... Of dat is wel best wel... Ik heb echt een beetje kramp in mijn vingers. Misschien eet ik wat te veel sushi. Jeetje. Ik heb best vet veel pijn. Oké. Zico is hier komen wonen. En dit is natuurlijk toen altijd mijn huis geweest. Dit is een huis wat ik heb aangenomen, om het zo even te zeggen, met mijn ex. Ja, en ik snap dan... En dan is het eigenlijk een beetje een geleefd huis al geweest. Dan kom je echt in iemands anders huis. Ja, zijn stijl of zo. Hij vond het helemaal niks. En ja, toch een huis wat ik heb bewoond met mijn ex. De vloer uitgekozen. Door hierboven. En verder was er eigenlijk niet echt een muur geverfd. Behalve dan in zijn slaapkamer. En dan had hij echt zoiets van... Ja, dit is gewoon niet mijn huis. En toen hadden we besloten om een muur een kleur te geven. En toen is dat ook geel geworden. En dat is echt Zico zijn lievelingskleur. En daardoor voelde hij zich heel erg thuis hier. En toen ik zei, ik wilde ook geen muur weg. Had hij echt zoiets van, maar. Ik vind het nog steeds heel mooi hoor. En het is er dus nog steeds. Ik praat zoveel. En nu zit ik al bijna vol. Op welke leeftijd had je je eerste tattoo? En welke was dat? Dat was... Oh, hij zit hier. Dat was dit hartje. En was ik toen 19? Ik denk wel dat ik 19 was. Waar kan Zico zich irriteren van wat jij doet? Zico en ik hebben wel laatst daar een video volgens mij van opgenomen. Of in ieder geval laatst hebben we daarover gehad in een car mukbang. Dus die zal ik even in de comments achterlaten. Of in de comments, in de beschrijving achterlaten. Want ik heb heel veel vragen ook voor Zico. Maar we hebben dus een tijdje terug een car mukbang opgenomen. Dus die zal ik even in de beschrijving achterlaten. Neerzetten. Plaatsen. Oh, ik weet niet jongens. Wat zei ik vroeger wat ik later wilde worden? Actrice.
Ik wilde altijd acteren of presenteren. Waar zou ik willen wonen buiten Nederland? Spanje, Amerika, nog meer landen. Ik weet het niet. Ik zou het allemaal leuk vinden. Lees je vaak boeken en heb je aanraders? Nee, ik lees eigenlijk geen boeken. Ik weet niet waarom precies. Sommige mensen zijn boeklezers, sommige mensen niet. Ik vind boeken lezen op vakantie heel fijn. En dan lees ik ze ook echt meestal in één ruk uit. En dan vind ik het heel jammer dat ze uit zijn. Dat ik ze uit heb gelezen. Maar, ai schatje, kom hier zitten. Maar, ja, verder eigenlijk niet. Ik weet niet. Ik las wel eerst heel veel tijdschriften. Maar dat is ook weer een beetje naar voren van zo'n tijdperk wat ook niet meer gebeurt. Maar soms vind ik het nog wel lekker om een tijdschrift te kopen en dan in bad te gaan en een masker op te doen, weet je wel. Maar heel lekker. Zou ik kunnen leven zonder internet? Nou, als het er niet zou zijn, dan zou ik wel moeten. Natuurlijk, je gaat er niet dood van als je het niet hebt. Maar ik denk wel dat ik het dan moeilijk ga hebben. Want ik ben wel een beetje verslaafd aan het internet. Helaas. Ik ben ook wel best wel verslaafd aan mijn telefoon bijvoorbeeld. Vind ik ook wel vervelend. Hoe zie ik mezelf over 10 jaar en zou... Sorry, ik zit vol trouwens. Ik moet eventjes het wegzetten. En ik eet zo meteen wel weer verder. Maar hoe ik mezelf over 10 jaar zie en of ik nog steeds aan YouTube doe. Ik heb geen idee. Ik weet ook gewoon niet hoe de wereld eruit komt zien over 10 jaar. Oh, mijn camera gaat stoppen. Hou vast. Hou vol. Ja, we zijn er weer. Ja, ik weet dus niet wat er over 10 jaar nog is. Misschien is YouTube er helemaal niet. Misschien is er wel een heel ander social media platform. En doe ik dat. Maar ik vind online social media heel erg leuk eigenlijk wel. Ook wel eens niet leuk natuurlijk. Maar ik vind het wel heel cool. Ook heel interessant. Maar ik weet niet. Ik zou het wel heel cool vinden om nog steeds wel creatief bezig te kunnen zijn. En ik hoop wel dat ik mezelf een beetje nog verder creatief kan ontwikkelen. Want ik ben nu ook bezig met Premiere Pro leren. Dus een nieuw editing software. En ik wil heel graag nog andere Adobe dingen leren. Zoals Illustrator, InDesign, et cetera. Waarschijnlijk ga ik daar binnenkort ook cursussen voor doen. Dus dat vind ik wel heel cool. Als ik een verzoek zou krijgen om te trouwen, waar zou ik dan willen trouwen? Ik weet niet. Ja, ik weet niet. Ergens zou ik het wel heel erg cool vinden om bijvoorbeeld gewoon echt in Amsterdam te trouwen. Misschien wel ergens in een fucking vette locatie midden in het centrum. Maar dat is ook weer zo lastig. Of misschien op een van haar platte land. Ik weet het niet. Of misschien in het buitenland. Ik weet het gewoon allemaal nog niet. Als ik ga trouwen, dan heb ik natuurlijk ook nog een aanstaande man met wie ik rekening moet houden. Dus dat is iets wat ik dan wel echt ga beslissen met hopelijk Zico. Ik hoop dat mijn man gaat worden. Maar ja, weet niet. Ik ga nog even 2 of 3 vragen doen en dan stoppen we ermee. Want dit wordt wel een lange video anders natuurlijk. Mijn bijzonderste supermarktervaring. Ik heb niet, het is niet heel bijzonder, maar ik heb wel een keer gehad. Dan was ik 15, ging naar de supermarkt. En toen kwam er opeens een manager achter een hokje vandaan naar me toe lopen. En die wilde in mijn tas kijken alsof ik iets had gestolen. Maar dat had ik natuurlijk niet gedaan. En toen schaamde ik me eerst heel erg. Want er kwam een werknemer en een manager echt naar me toe. En bij de kassa moest ik mijn tas open en zo. Want ik had gewoon net afgerekend. En daarna werd ik ook een beetje boos. Toen zei ik zo van, ja, wat had je gedacht dan? Of zo. En daarna werd ik weer vet rood dat ik dat überhaupt had gezegd. Maar dat vond ik vrij bijzonder. En verder moet ik heel vaak, omdat ik echt 1,85 meter ben, dingen van de bovenste plank pakken voor kleinere mensen of oudere vrouwtjes of zo. waar koop jij je sieraden? Bij Fashionology, My Jewelry, dat soort dingetjes een beetje. Wat wordt je volgende reis? De eerstkomende reis is volgende maand naar Marrakesh. Mijn favoriete AliExpress item? Ik weet het eigenlijk niet. Ik wil mijn favoriete eBay item, weet ik wel. Dat is een fanny pack. Die heb ik echt dus 4 jaar geleden besteld en die gebruik ik echt nog steeds. Ja. Oké, laatste vraag. Deze. Dit is wel een leuke laatste vraag. Stel je zou een tweede YouTube kanaal beginnen, wat voor content zou je maken? En dan staan we nog naast de. Maar je kan typen wat je wil, maar soms zijn de antwoorden een beetje te lang en dan kan ik niet meer zien, zeg maar. Maar als ik een tweede kanaal zou starten, dan zou ik denk ik een Engelstalig YouTube kanaal willen starten.
Omdat dat super nieuw is. Dat is niet iets wat ik, zeg maar voor mij dan, dat is niet iets wat ik met dit YouTube kanaal zou doen. Weet je wel, als ik bijvoorbeeld zeg ik wil series maken net als Stuk TV, Jachtseizoen of zo, weet je wel. Dan zou dat kunnen. Ik weet even niet hoe, maar het zou kunnen, zeg maar. Maar ik zou het wel cool vinden om gewoon Engelstalige content te maken. Helemaal als ik bijvoorbeeld zou gaan verhuizen naar het buitenland. Lijkt me wel heel vet. Ik denk dat dat soort dingen wel. Ja, of ik zou bijvoorbeeld echt een beetje interviews gaan doen. En een beetje tv-achtige content willen maken. Dus het echt willen presenteren. En echt een cameraman. Ja, en dat ik ook de edits niet zelf doe. Weet je, dat dat gewoon echt een helemaal uitbesteed kanaal is. Waarin ik wel echt de presentatrice ben. Dat denk ik. Oké, dat was heel de mukbang. Ik ga zo meteen de laatste 3 stukjes nog even opeten. Maar dat is altijd als ik heel veel aan het kletsen ben met jullie. Dan raak ik sneller vol. Maar heel erg bedankt voor het kijken naar deze mukbang. Ik hoop heel erg dat je het leuk vond. Ik hoop dat je de vragen dus ook een beetje leuk vond. En ik hoop dat je in de comments mij laat weten wat ik moet gaan doen met Vlogmas. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik ga jullie heel snel weer zien, hopelijk op woensdag. Dan komt er een nieuwe vlog online. En daarna ook weer, wie weet. Bedankt voor het kijken. Tot snel. Doei doei.